Een jaar na de overname van de RBC Suriname door de Republic Bank Limited, RBL, verkeert de bank in grote problemen. Door het gedrag van directie en management hangt werknemers ontslag boven het hoofd en enkele hebben reeds ontslag aangevraagd. Dit stelt de vakbond vandaag in een open brief aan de Raad van Commissarissen van de bankinstelling. De ingrepen in het management door de nieuwe leiding hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zo staat in de brief, ondertekend door bondsvoorzitter Willy Rodriguez. Het nieuwe management introduceerde enkele nieuwe regels. Zo is het werknemers verboden om zelf acties naar klanten toe te ondernemen en zijn er nieuwe procedures ingevoerd. Verder zijn bestaande functies opgeheven en nieuwe staffuncties gecreëerd, waarbij de werknemer grote eigen verantwoordelijkheid draagt. Het bondsbestuur zegt ook veel klachten te hebben ontvangen over het gedrag van het management van de bank. Medewerkers worden onheus behandeld en er heerst een weinig professionele sfeer. Managers raken gefrustreerd en durven geen eigen verantwoordelijkheid te nemen. De snelle economische achteruitgang in ons land verergert de zaak alleen maar. Bij de aankoop van de bank had de Republic Bank de financiële problemen niet voorzien en in hun planning had de bank een grotere terugverdiencapaciteit verwacht. Technische flaters verergeren de zaak en zorgen ervoor dat er ook vanuit klanten klachten komen. Vanwege de introductie van een nieuw technisch systeem ontstaan er blokkades op rekeningen van klanten, terwijl die daar niets van af weten. Het bestuur en de leden van de vakbond zien het gedrag van de directie als onredelijk en ontoelaatbaar en vragen de RVC om dit te onderzoeken en waar nodig in te grijpen.